Zwangere vrouwen mogen zich ook laten vaccineren. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat deze vrouwen het liefst na de 12e week van hun zwangerschap het vaccin nemen. De vakgroep gynaecologie heeft zich hierover uitgesproken. En het is aanbevolen dat elke zwangere zich laat inenten, aangezien zwangere vrouwen behoren tot een high-risk groep. Het liefst vaccineert een zwangere zich na de 12e zwangerschapsweek en het AstraZeneca-vaccin mag hier tegen gebruikt worden. De bewindsman gaf aan dat er ook andere merken COVID-vaccins naar Suriname gehaald zullen worden. Hij hoopt dat hiermee binnen korte periode meer Surinamers gevaccineerd kunnen worden. Ik heb zojuist aangegeven, er zijn drie vaccins waar drie merken welke Suriname nog zullen bereiken. Het AstraZeneca-vaccin uit Nederland, uit COVAX Facility. De Sinopharm-vaccins, welke een schenking is vanuit de Chinese regering, 100.000 volgende week. En het Johnson & Johnson-vaccin. Deze vaccins allemaal zullen op korte termijn beschikbaar zijn. En met het versneld vaccinatietempo hopen wij niet die 6 maanden, maar binnen 3 maanden al onze targets te halen. Dat was minister Umar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren in de Nationale Assemblee bij de behandeling van de staatsbegroting 2021 en het herstelplan 2020-2022.